Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Heuting. Ken je Spoorloos? Het is een televisieprogramma. Presentator Dirk Bolt probeert wereldwijd verloren familieleden op te sporen. Hij reist heel wat landen af. Om verwanten te herenigen. Is het contact eenmaal gelegd, dan wordt een ontmoeting gearrangeerd. Hoe emotioneel dat is, laat spoorloos zien. Meer dan Dirk Bolt arrangeert de Heere God een ontmoeting. tussen Aaron en Mozes. Exodus 4 vertelt ervan. We lezen vanaf vers 27. Exodus 4 vanaf vers 27. De heren zei tegen Aaron... ga Mozes tegemoet in de woestijn. En hij ging... en ontmoette hem bij de berg van God... en kuste hem. Mozes vertelde aan Aaron al de woorden van de heren... die hem gezonden had... en al de tekenen die hij hem opgedragen had. Toen ging Mozes op weg... Met Aaron en zij verzamelden al de oudsten van de Israëlieten. Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had, en deed de tekenen voor de ogen van het volk. Het volk nu geloofde. Toen zij hoorden dat de Heere naar de Israëlieten omgezien had, en dat hij hun onderdrukking gezien had, knielden zij en bogen zij zich neer. Het zal wel heel lang geleden zijn dat Aaron zijn broer Mozes heeft gezien. Mozes werd immers al op jonge leeftijd geadopteerd door de dochter van Farao. Aan het koninklijk Egyptische hof groeide hij op. Misschien heeft Aaron nog gehoord dat Mozes een Egyptenaar heeft vermoord. Daarna is het stil geworden spoorloos. Maar nu? Nu hoort hij dat zijn broer leeft. De Heere vertelt het hem. Wat denk je? Hoe zal Aaron zich hebben gevoeld? In ieder geval doet hij gehoorzaam wat hij van God heeft gehoord. In de woestijn ontmoeten de broers elkaar. Bij de berg van God, de Horeb. Een unieke locatie. Heilige grond. Zie je de broers? Een tv-camera zou op deze scène inzoomen. Exodus vertelt eenvoudig dat Aaron zijn broer kust. Een heilige kus zal de apostel Paulus later zeggen. Naast intieme emotie is dit vooral ook expressie van ootmoed. Aaron moet in Mozes zijn meerdere erkennen, hoewel hij zelf de oudere is. Mozes is immers door God geroepen tot leider van zijn volk Israël en Aaron zal hem daarbij assisteren, hij staat op de tweede plaats. Precies zoals de Heere God tegen Mozes heeft gezegd. En daarom dus deze hereniging. Meer dan spoorloos. En daarom ook deze begroeting. En daarom ook deze kus. In de betekenis die je ook tegenkomt in Psalm 2: kus de zoon. Dat wil zeggen: onderwerp je aan hem en erken zijn gezag. Daar gaat het hier om. En vervolgens informeert Mozes zijn broer. Over de plannen van God. De Heere heeft een soort operatie vrijheid opgesteld. Alles wat de Heere tegen Mozes heeft gezegd. en alle tekenen die God hem opdroeg om te doen. geeft hij door aan Aaron. Je weet wel dat van die staf die verandert in een slang. en van die hand die melaats wordt. Enfin, je hebt het gehoord de afgelopen dagen. Maar nu hier op deze heilige grond, deze gewijde plaats, bij de berg van God. Hier gebeurt wat militairen de briefing voor een manoeuvre noemen. De instructie voor de actie. En Mozes houdt niets achter. En Aaron luistert aandachtig. En dan verspringt het beeld. Direct na deze ontmoeting. En ook direct na dit overleg in de woestijn worden we verplaatst naar Gozen, de streek in Egypte waar Israël woont. Mozes en Aaron verzamelen de leiders van het volk. En meteen treedt Aaron op als woordvoerder van Mozes. Ook precies zoals de Heer God heeft opgedragen. Immers, Mozes is niet zo rap van tong. En gedetailleerd vertelt aan Aaron wat de Heere heeft gezegd. En bovendien demonstreert hij de tekenen met de staf en de hand als illustratie bij de instructie. En dan lezen we: Het volk gelooft. Stel je eens voor, want niets wijst erop dat de verlossing uit de slavernij mogelijk zal worden, de feiten zijn anders. De realiteit is hard. Er zit nog helemaal geen verandering in de situatie waarin de Israëlieten verkeren. En dan kunnen we wel een paar oude mannen iets vertellen, waaronder een vreemde bejaarde hedder uit Midian die ze helemaal niet kennen. Maar wie garandeert dat hun verhaal waar is? En dan die god van Abraham, Isaac en Jacob, al eeuwenlang hebben ze niets van Hem gehoord, niets van Hem vernomen, niets van Hem gezien. En toch, het volk gelooft. En geloven wil zeggen, vertrouwen op God, het wagen met Zijn woord, bouwen op Zijn belofte, accepteren van de boodschap. Al voel je niets, al zie je niets, al merk je niets, al hoor je niets, al proef je niets, nou ja, vul maar in, gewoon helemaal niets. En toch, toch, kijk, dat is hier het geval. De Israëlieten luisteren naar de woorden, aanvaarden de boodschap en volgen straks de aanwijzingen. En voor nu, nu knielen zij neer en buigen hun hoofd uit stil ontzag. Met heilig respect. Ook in grote dankbaarheid, denk ik. En daarom met dito verwachting. Omdat God naar hen omziet en hun omstandigheden ziet. Mooi, nietwaar? Weet je? Dit is voor ons wezenlijk niet anders: die slavernij, hè? die onderdrukking, de omstandigheden. En je kunt je zo verlaten voelen elke tijd kent zijn eigen varianten. En God lijkt ver weg. Wie zal zeggen hoe jij dat nu beleeft? Totdat totdat er iets wordt gezegd van God om Jezus wil. Zoals nu. Een boodschap verpakt in een podcast. Dwars tegen alles in wat je ziet en hoort en toch geloven wat God zegt en doet en gaat doen. Al wordt je voor dwaas uitgemaakt of achterlijk, al wordt gezegd dat het niet meer van deze tijd is. Even later, even later beschrijft apostel Johannes de grote verbazing die door de kosmos gaat als het geloof aller wegen openbaar wordt. Hij ziet dan een menigte die niemand tellen kan uit alle natie uit alle talen rond de troon van het lam. Een schare die gelooft, gevonden, de ontmoeting gearrangeerd. Aanvankelijk spoorloos, maar toch bijeengebracht. Bij die ene. Ben jij erbij? Daar loopt de geschiedenis van God met Israël en de wereld op uit. Dat is de voleinding die bij Mozes begonnen is. En meer dan Mozes is ons geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Zijn geest wekt vertrouwen. Hij legt de verbinding. En hij arrangeert de ontmoeting. En we horen, we worden vrij. Eens, eeuwig, altijd vrij. Laten wij bidden. O God van Mozes en Aaron. God en Vader van Jezus Christus, de Heer, wij bidden U, zie naar ons om, zie de omstandigheden waarin we verkeren. Laat ons uw boodschap accepteren, spreek ons aan met uw woord en leg door de geest de verbinding, zodat wij leven in het spoor van Christus, vrij, vrij van zonden. En slavernij. Amen.